Hey, ja jij, welkom bij Mitchell's Dieren. Met de spin, wandelende takken, flappertakken en de dieren. Hey, ja jij, welkom bij Mitchell's Dieren. Abonneer op dit kanaal. Blijf maar hier, veel plezier. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Mitchell's Dieren. Ik heb een nieuwe kolonie om te filmen voor op het YouTube kanaal. En dat is een hele bijzondere amierensoort weer. En dit keer zit er de grootste koningin bij die ik ooit in mijn leven heb gehad. Ja, haar. Moet ik ook lekker zo zeggen? Nou, ja, ik denk dat je wel horen. Muziek op de achtergrond, lekker belangrijk, hè? Moet ik ook lekker zo zeggen? Deze mierensoort heet Carabara diversa. Dus de wind die de deur achter me dicht deed. Is dat niet helemaal goed dicht? Nou, dan ook, laat ik zo zeggen. Carabara diversa wordt ook nog wel eens de Aziatische. Wat is ook weer? De Aziatische oorlogsmier of zo genoemd. Dus een mierensoort die leeft in Azië. En, deze mierensoort gaan echt op oorlogspad hoor, joh. Als dit een grote kolonie is, dan zul je je verbazen hoe snel ze zijn gegroeid. Hoe dan ook, laat ik het zo zeggen. Oh, ik heb nog één ding te zeggen, oké? Okay? De scholen zijn weer bijna begonnen, of bij sommigen zijn die al begonnen. Morgen. En we hoorden dan ook, En ik geef les over mieren. Dat weet u, de meeste video ook wel, de meeste. Moet ik dan ook lekker zo zeggen, als een van jullie een mierenles op school willen, dan moeten jullie een mailtje sturen naar BirdLife. Of naar Sticky Happy Wings, kanaal 2. Moet ik dan ook, en dan vragen jullie daar of ik een mierenles kan geven. Oké? Okay? En de mierenlessen zijn geheel gratis. Maar goed. Laten we maar beginnen met de video, hè. In 3, 2, 1. Daar is hij dan. Carabara diversa. De Aziatische reuzenmier of oorlogsmier of armymier of whatever. En als je goed kijkt, zie je hier... De koningin. Een beetje, het licht zit een beetje in de weg. Dus wat ga je doen? Als het gordijn ligt, dan kunnen jullie het een beetje zien. Als het goed is dan, hè. En deze dan buiten. Ja, ik hoop dat jullie het een beetje zien. Nee, duidelijk niet. Maar wacht even, ik zorg ervoor dat jullie het zien. Ik ga een beetje van meerdere hoeken filmen. Maar jullie zien het niet, goed, omdat ze wordt beschermd door al haar dochters. Even een moment. Oh, kijk, zie je dat hele grote zwarte ding? Dat is de koningin. Zie je dat hele grote zwarte ding? Dat is de koningin. En ze wordt beschermd door haar dochters. Een hele mooie kolonie is dit. Nog even. En hoppakee. Kijk, de koningin. De zwarte glimmende ding. Dat is de koningin. Ik heb nu ook mijn vinger erbij aan de andere kant. Mijn pink is dit, hè. Kijk hoe groot die is. Letterlijk net zo groot als mijn pink topje. Dat is het topje van mijn pink. Maar ook, ik zeg even één ding. Dit zijn echt gigantische mieren. Nou, niet de kleine werksters die jullie zien, die zijn echt minuscuul klein.
Maar de soldaten en de koning, de soldaten kunnen net zo groot worden als de koning. Dat zijn dus zulke soldaten. En ik kan niet wachten dat het zo ver is dat die soldaten er zijn. Kortom, Hoornok. Als je goed kijkt, zien jullie de koning een beetje bewegen nu. Hoornok, laat ik het zo zeggen. Dit is alweer het einde van de video. En dan zeg ik nog maar één ding en dat is... Abonneer en tot de volgende keer. En vergeet niet... een like achter te laten.